Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga de aardetekens doen. Dat is stier, maagd en steenbok voor jullie. Dus laten we kijken. Welkom op mijn kanaal. Word lid als je nog niet lid bent. En geef me een like als het je bevalt. Hè. Neem dan even de moeite om even terug te gaan naar het beginscherm. Goed, we gaan de aardetekens doen. Ik kan natuurlijk niet alles met iedereen resoneren. Maar de stier, maagd en steenbok. Ja, in ieder geval, je bent op de juiste weg. Dat is gunstig natuurlijk. Hè? Aartsengel Michael, ik roep je nu aan. Dank je wel dat je me luid en duidelijk een advies hebt gegeven die ik makkelijk kan begrijpen. Dank je wel dat je mij gemotiveerd hebt en de moed en het vertrouwen gegeven om een gezonde verandering in mijn leven door te voeren. Dus waarschijnlijk heb je tekens gehad van het universum, van aartsengel Michael misschien, dat je op de goede weg bent. En dat je straks de moed hebt en het vertrouwen hebt om gezonde veranderingen in je leven door te voeren. Dus er moet iets veranderen in je leven. Hier staat ook dat je een wijze ziel bent. Je ziel draagt oude wijsheid in zich. Omarm deze wijsheid, zodat je de mensen om je heen kunt helpen. Dus je bent al een oude ziel, je bent waarschijnlijk al heel vaak op aarde geweest. Een van de manieren hoe je zou kunnen helpen is voor sommigen mediumschap. Je hebt het natuurlijk vermogen om in contact te komen met geliefde overledenen. Dus ja, misschien kun je de mensen mee troosten, misschien kan je medium worden. En dat kan een van je gaves zijn of worden. Dus dat jij contacten kan maken met overleden mensen. Visualiseer succes. Visualiseer dat je succes hebt in deze situatie. En heb vertrouwen in een positieve uitkomst. Ja, dan moet je gewoon voorstellen dat je dan steeds zegt, ik heb succes, ik ga dit redden. Ja, praat positief tegenover jezelf. Hè? Dus ik ga dit redden, alles loopt volgens plan. En ik kom hier uit en het heeft een goed resultaat. Vorige levens helen, vergeet me niet je. De situatie heeft te maken met een vorig leven. Als je het verleden heelt, maak je ook je tegenwoordige leven gezond. Ja, er kunnen misschien nog dingen zijn uit het vorige leven wat je nu nog moet helen eigenlijk. Misschien is er ook iemand die zegt, vergeet mij niet. Maar er staat wel dat het is tijd om uit een ongezonde situatie te stappen. Dus waarschijnlijk zit je in een situatie die niet gezond is. Aartsengel Michael, op welke aspecten van mijn leven moet ik mezelf op dit moment meer focussen? Dank je wel dat je me helpt om je antwoorden te kunnen horen en mij de moed verschaf om een gezonde verandering in mijn leven door te voeren. Ja, wel de moed, hè. Je moet misschien de moed hebben om hier uit te stappen uit een ongezonde situatie. En dan ben je misschien moed aan het verzamelen om dat te doen. Ja, je trekt je misschien terug van de meute. Ik heb dit andere kaartje. Zet dit op. Hier staat, als je eenmaal je innerlijke goddelijkheid en je heilige eenzaamheid omarmt, komen de juiste mensen op het juiste moment. Precies op het schema. Zonder te dwingen of te jagen. Mijn eigen handschrift kan ik niet lezen. Drie van zomer. Even kijken hoor, eerst deze. Aas van herfst. Een financiële meevallen of een buitenkans ten aanzien van advies of hulp aan anderen. Een bijzonder succesvol project. Prettige veranderen in je werk. Dus er kan een financiële meevallen komen. Veranderingen van je werk. Een buitenkans ten aanzien van advies of hulp van anderen. En succesvol project, hè? Dus een nieuw begin, ook financieel. Stabiel nieuw begin. Acht van zomer. Het verlangen naar een betekenisvol leven.
Het beseffen dat tijd is om door te gaan. Ervoor kiezen om grote veranderingen in je leven door te voeren. Ja, dus er moet een verandering komen in deze groepen. Maar er komen wel financiële meevallers. En je moet zelf dat succes gaan visualiseren voor jezelf. Want je bent een wijze ziel en je bent op de juiste weg. Dus ja, het is tijd. Maar hier staat ook wel dat je niet hoeft te haasten ook. In ieder geval, blijf ferm rechtop staan. Dus laat je niet naar beneden halen. Hè? Laat je niet eronder krijgen. Want er komt een grote gelukkige verandering. Dat is in het vooruitzicht. En ook vrolijkheid komt eraan. En laat je niet afschrikken door de moeilijkheden op je pad. Het is belangrijk helder en correct communiceren. Geweldige nieuwe ideeën die uitgevoerd zouden moeten kunnen worden. Dus er komen, dus moet je niet afschrikken van de moeilijkheden op je pad. Kijk, het is ook de tijger, de witte tijger. Ja, je moet er heel goed over praten, helder communiceren en correct communiceren, zodat deze ideeën uitgevoerd kunnen worden. Nieuw begin. Het is een aas. Ja, je moet het wel niet te hard doen, maar gewoon tijd geven. Dus als je denkt, nou, het wordt maar even te veel, je voelt misschien die goddelijke push. Maar geef het tijd. Maar het werkt er wel aan. Het is wel tijd om uit deze ongezonde situatie te komen. Maar ja, als je het te hard doet, dan, ja, dan is het ook niet goed voor je gezondheid. Hè? Ja, je hebt misschien heel veel emoties. Maar dat is een natuurlijke, dat heb je nodig nu. Om de, zodat je tot een beslissing kan komen. Om alles duidelijker te zien. Moet je je verzet eigenlijk laten gaan. Misschien verzet je nog wel tegen die veranderingen die komen. Maar ja, ik zie toch wel verschillende nieuwe beginnen hier aandienen. Dus ook financieel. Dus laat je hier tegenhouden. Ja, communicatie is natuurlijk ook wel een goed iets. Goed duidelijk communiceren met de mensen om je heen waarmee je bij betrokken bent. En je terugtrekken, dus ook om even toch weer tot jezelf te komen. Want je wil meer een betekenisvol leven. Je beseft ook dat je niet stil kan blijven staan. Dat het, niet, ja, dat het jou niet geluk brengt. Hier staat ook heel veel emoties. Dus laat je het verzet los. En accepteer het gewoon, hè. Dan krijg je ook veel duidelijker zien. Als je het aan het universum overlaat, dan gaat het, dan krijg je meer rust op geestelijk. Maar er komen zegeningen aan. Er komen zegeningen aan. Want dat verdien je. Je verdient echt wat je hart werkelijk beheert. Begeert. Ik kan weer niet praten, jongens. 3 van zomer. Ja, nieuws dat mag worden gedeeld. Aankondigingen van bruiloften, diploma's, geboortes, vrienden die ik koestert. Het is echt de kaart van feest via de 3 of Cups. Die zit allemaal in het water te spetteren. Ja, vrolijke kaart is dit. Dus er gaan genoeg vrolijke dingen komen als jij deze stap zet. Je even terugtrekt. En dan kan er heel veel nieuwe, mooie dingen gebeuren. En dingen waar je hart echt naar verlangt. Als je maar niet in dat verzet gaat, hè. Want je bent op de goede weg. Ga zo door. Deze groep aardetekens. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.